die CO2-meters, daar is in België heel veel nadruk op. Ook als de restaurants ooit zouden gaan heropenen. De boodschap in de persconferenties, die kennen wij inmiddels wel. Het doet er echt toe dat u zo vaak mogelijk uw handen wast, dat u 1,5 meter afstand houdt, veel mogelijk thuiswerkt, in de trein of de supermarkt het mondkapje draagt. Maar over het ventileren wordt de laatste tijd eigenlijk heel weinig gezegd. Maar het moet gewoon worden gedaan. Hè? Dus ja. Dat geldt in alle voorschriften van het RIVM, dat het gewoon moet worden gedaan. In het onderwijs, in de verpleeghuizen. Dat klopt, en op scholen was dit ook voor corona al een thema. Maar over de kapsalons wordt eigenlijk niks gezegd. Sterker nog, er wordt nauwelijks benadrukt dat ventileren van groot belang is. Ja, ik moet zeggen, ik begrijp dat niet. Omdat ventilatie enorm belangrijk is. Zegt Mark van Ranst, de bekendste viroloog van België. Al in de eerste golf benadrukte hij hoe belangrijk ventilatie in de binnenruimte is. Wanneer daar nooit iemand binnenkomt die het virus draagt, ja, dan heb je natuurlijk geen enkel risico. Maar het zegt wel iets over wanneer iemand zou binnenkomen met een infectie. Ja, wat is de kans dat die besmet gaat geraken? Wanneer die ventilatie zeer goed is en er wordt geventileerd met buitenlucht, dan is dat risico zeer klein. En laat ik duidelijk zijn, ventilatie wordt in Nederland echt niet genegeerd. Maar luister dan eens naar deze Belgische journalisten. Dus als mijn knuffelcontact langskomt, ja, dan zet ik wel het raam open. Ook omdat het voelt als een soort verplichting, omdat het zo vaak benadrukt wordt op tv en zo, dat je durft ook niet meer anders dan dat te doen. Bij de opening van de kappers in België was ventilatie misschien wel gespreksonderwerp nummer 1. Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat de ramen en deuren altijd zouden blijven openstaan of dat men een CO2-meter zou installeren. Een CO2-meter? Een CO2-meter meet CO2-partikeltjes gewoon in de lucht. En CO2 is iets wat we uitademen. Dus eigenlijk heeft dat niks met COVID te maken, behalve dat dit gewoon meet hoe goed een ruimte geventileerd is wanneer er mensen binnen zitten. Op nieuwbouwscholen in Nederland kennen wij al zo'n meter, maar in kapsalons wordt het hier niet echt actief gepromoot. In België is dat wel zo. Bij de meeste kappers staan die. En ja, dat is ook wel iets, die CO2-meters, daar is in België heel veel nadruk op. Ook als de restaurants ooit zouden gaan heropenen. Ja, vanuit de virologen zegt men, ja, die aerosolen, dus de kleine druppeltjes als je spreekt, dat blijft heel lang in de lucht hangen. Dus is absoluut nodig om goed te verluchten. De moeder van deze Belgische journalisten is kapster en ging begin februari open. De journaliste liep mee in de salon en ze is daar de CO2-meter niet uit het oog verloren. Ja, ik hield die meter wel in de gaten, want ik wist van als het in oranje komt, dan moet ik stilaan wel de deur gaan openzetten. Maar je hebt dan groen, geel, oranje. Dus van zodra dat het een beetje in het geel kwam, zette ik de deur open. En eigenlijk op 5 minuten tijd was het dan weer groen. Dus het is niet zo erg. De Belgische viroloog benadrukt dat een CO2-meter belangrijk is in kapsalons. Pas op, dat is 900.000 contacten per week die er dan bij komen. En dan wil je dat proberen te doen in goed verluchte ruimte. En daarom die CO2-metingen, wanneer er een CO2-metertje is, dan weet je ook zeker, daar gaan geen 4, 5 mensen in die ruimte zitten, wanneer die niet groot is, want anders dan overschrijd je die waarde al. Maar waarom hebben wij dit dan niet in Nederland? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat al die andere maatregelen nog belangrijker zijn. Ventilatie is niet onbelangrijk, zeker niet. Dus het zit in een totale arsenaal aan maatregelen. Maar ik denk dat thuisblijven bij klachten, je laten testen als je klachten hebt, dat het triageren aan de voordeur, het houden van 1,5 meter en daarop toezien, mondkapjes op. Ik denk dat dat allemaal belangrijk is. En misschien ook, als het gaat bijvoorbeeld over scholen of over verpleeghuizen, ook wel belangrijker nog dan ventilatie. Niettemin, ventilatie is ook belangrijk en daarom wordt er ook aandacht aan gegeven. In België is zo'n CO2-meter zelfs een belangrijk wapen om wellicht meer te kunnen versoepelen. Wanneer we de horeca gaan openen, dan is dat mogelijk dat dat ook een vereiste wordt om dat te kunnen meten. En het is vaak ook een compromis om dan iets te kunnen heropenen, zo'n CO2-meter. Dus verluchting, dat is het allerbelangrijkste en het allerbelangrijkste criterium vaak. Van, kan een zaal goed verlucht worden? Oké, dan kunnen er misschien in de toekomst weer dingen gaan doorgaan. Tot slot, is dit in Nederland dan ook een optie? Nou, in hoeverre zijn CO2-meters ook wel een mogelijkheid om meer te kunnen versoepelen? In België kijken ze daar wel heel erg naar, dat het verplicht kan worden in de horeca. Niet op die manier hoor, lijkt mij. Het is niet zo van, de virologen daar wel, hang een CO2-meter op en dan kun je wel weer bij elkaar komen. Dat lijkt me heel onverstandig. Kijk, het punt is, de basisregel is vrij simpel. Ja. Ontmoeten is de kans voor een besmetting, toch? Dus wat je moet doen is minder ontmoetingen organiseren als je de kans op besmetting kleiner wil maken. En als er dan toch een ontmoeting plaatsvindt, dan kun je met een heel arsenaal aan veiligheidsmaatregelen die ontmoeting zo veilig mogelijk laten plaatsvinden. Maar CO2-meters als alternatief voor de bestaande maatregelen, dat lijkt mij uitgesloten. Geen CO2-meters dus, maar de kappers zijn dus wel weer open. Kleine tip van mij namens de Belgen, gooi af en toe even een raam open voor goede ventilatie.